Oh, zo ik nou niet zo'n klein beeldje. Misschien moet je dan ook die even daar zo drukken. Nee, op deze. Ja. Maar anders is het toch altijd zo goed. Ja. Oh, en ik kan ook al wat lezen. Ja. Hallo allemaal. Goedenavond. Ja, alles doet het volgens mij. Hoi, goedenavond. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Heb je er zin in? Dat is leuk, Yvette. Dat lieve stemmetje, dat is mijn zoontje Quinn. Die is vanavond even bij mij. Ja. Misschien niet tot het einde, moeten we even kijken hoe laat het wordt. Ja. Maar die is gezellig naast mij, hè? Ja. Ik kan me een beetje helpen vandaag. Eens even zien. Ah, we zijn al gezellig met 50 mensen. Ik wilde vandaag met jullie een klein boekje gaan maken. Het is een mooi plat boekje, wat je in een envelopje kan versturen. Oh, de aangifte gedaan. Oh, dat snap ik. Ja, dat is niet het leukst om te doen, hè? Dan is dit wel even een stuk leuker. Maar dit boekje wil ik gaan maken. En dat is gemaakt van twee blaadjes designpapier. De basis althans. En ik ga er even met jullie doorheen bladeren. Het heeft pockets. Dus deze heeft hier aan de bovenkant een pocket. Waar ik een kaartje in heb gestoken met een vellumflapje. En hier zit een klein kaartje in waar je een fotootje of op kan schrijven in kan doen. En de volgende pagina is leuk versierd en die heeft een pocket aan de zijkant. Daar heb ik een kaart van designpapier in gestoken en hier ook weer een kaart opgeplakt in dit geval. Waar je op kan schrijven en iets in kan doen. Kijk, ze vinden het gezellig dat je er ook bij bent, jongen. Dat is leuk, hè? Ja. En hier weer een pagina met een pocket aan de bovenkant. En ook daar weer een klein kaartje achter plaatjes gestoken. En dan nog een laatste pagina. En daar heb ik een schuine pocket opgemaakt met een kaartje. En verder vooral lekker versierd. Het kan een leuke happy mail zijn. Omdat hij natuurlijk in een envelopje past. Maar je kan het ook voor een paar kleine fotootjes. Als je pas oma bent geworden bijvoorbeeld. Om aan iedereen te laten zien hoe trots je bent. Of nou ja, zoiets. En ik hoop dat jullie het een leuk projectje gaan vinden. Dus ja, dat gaan we dus nu nog een keertje maken. Bij deze heb ik gebruik gemaakt van de Warm & Cozy collectie. Behalve het vellum en het acetaat. Dat is allebei uit de Inner Peace collectie. En nu wil ik met de Inner Peace collectie er eentje gaan maken. Even kijken. Lees jij ook mee? Ja. Ja? Kijk de hele tijd. Vooral zeg ik ze allemaal hoi, hoi, hoi. Hè? Goed. Even kijken. Ik heb me niet heel erg voorbereid, want ik ben inderdaad naar de beurs geweest. En toen ik terugkwam had ik super erg hoofdpijn. Dus ik heb niet alles uitgezocht en klaar gesneden en zo. Dus dat ga ik nu echt ter plekke met jullie doen. Zie, Monique zegt ook hoi. Dan moet je wel terug zeggen. Hoi. Oké, dus we gaan even twee pagina's uitzoeken die we kunnen gebruiken. Even kijken of ik hier nog, want de basispagina's die hoeven niet zo'n, ja, hele mooie zijn natuurlijk, is natuurlijk allemaal. Maar zo'n mooie zoals deze bijvoorbeeld te zijn. Dat mag ook een wat meer basic papiertje zijn. Even kijken of ik hier daar nog, ik zou bijvoorbeeld deze rode kunnen doen. Zo, ja, dat ga ik denk ik doen. Voor deze rode papier ga ik. Heb jij dat ook altijd, Marion? Het is een beetje
Ik heb dat heel vaak als er dan zo heel veel is, zo'n overdaad, dan krijg ik altijd hoofdpijn. En dat is niet altijd even fijn. Maar ja, het weerhoudt me niet om er dan toch naartoe te gaan. Maar ik hoor inderdaad wel meer mensen die daar last van hebben. En het is altijd super gezellig. Ik was nog een paar DT-maatjes tegengekomen. Jitske had ik gezien. En Sabine en Anita. En Ineke, die had ik nog niet ontmoet. Dus dat was heel leuk. Want oeps, gooi je het er allemaal naast. Maar Ineke, die was workshops aan het geven. Dat was leuk dat ik die dan ook had ontmoet. Want dat was de laatste die van het DT-team die ik nog niet had ontmoet. De rest had ik natuurlijk allemaal op de DT-dag toen kunnen zien. Dus dat was heel leuk. Kan weer eens. Blijf me kijken. Leuk, Vera, dat je er weer een keer bij kan zijn. Gezellig. Oh, en er zijn mensen met vakantie. Helemaal fijn. Nou, ik heb twee papiertjes uitgekozen. Ik ga voor deze twee pagina's. Zijn niet zo'n hele bijzondere pagina's. Maar ja, ze worden toch helemaal versierd en bedekt. Dus dat is helemaal goed. Dat is juist goed voor dit project. Nou, en de paginaatjes, deze vellen zijn 8x8 inch. Oh, dat leer ik toch niet zo goed. Ik moet natuurlijk jullie vertellen wat de code daarvan is. En dat vergeet ik elke keer. Maar dit papier komt uit JMA IP PP59. Zie, ooit leer ik het. Dat ik dat dan automatisch doe. En die zijn 8x8 inch, dat wilde ik vertellen. En die gaan we rillen op 4 inch, op de helft. En dat is in centimeters 10,1,5. Dus eigenlijk tussen de 10,1 en de 10,2 zet ik een rillijn. Of wil jij dat doen? Wil jij me helpen? Ja, kan. Kom maar. Quinn die gaat voor me rillen. En dan draai ik hem een kwart en dan doe ik dat nog een keer. Dus weer op 4 inch op de 10,1, 10,2 komt weer een rillijn. Goed zo. En dan wil ik heel graag één van die lijnen tot het midden insnijden. Dus die ga ik tot de 10,1 insnijden. En dat andere papier moet daar precies hetzelfde bij. Quinn, als je me hier zou willen assisteren. Nee. Op 4 inch op 10, tussen de 10,1 en de 10,2. Ook het tweede vel. Een rillijn. En als we een kwartslag draaien, nog een keer. Dezelfde maat. Oeps, dat zag je nog eens keer. Ja. En dan ga ik deze ook weer tot de helft insnijden. Dus nu hebben we twee vellen van 8x8 inch. Dus wat ze zijn uit het papierblok. En die hebben we in een kruis gerild. En op één plek zijn ze allebei door de midden. Even kijken of we nog wat gemist hebben. Oh, gaat het weer niet lekker bij sommige mensen. Dat is altijd zo jammer, hè? En dan ga ik hem dubbel vouwen. Dus op de plek waar we hem ingesneden hebben, ga ik hem weer dubbel vouwen. En dan gaan we er een boekje van maken. Door de ene kant eroverheen te vouwen en de andere kant naar achteren te vouwen. Dus nu ziet het er zo uit. Aan de onderkant zit mijn vouwlijn hier. En dan hebben we al een half boekje. Bij die andere doe ik precies hetzelfde. Dus ik vouw de mooie kant naar buiten. En dan eerst de bovenste eroverheen. Hoi allemaal! Leuk dat er nog zoveel mensen komen binnendruppelen. Dus nu hebben we twee keer hetzelfde gevouwen. En nou gaan we ze eerst lijmen. Ik wil ze natuurlijk aan elkaar hebben. En daarvoor ga ik eerst de twee achterkant, of bij de ene de voorkant, de andere de achterkant,
op drie plekken een randje lijm geven. Dus bij deze kies ik voor de bovenkant een zijkant waar de vouwlijn zit en de onderkant. Zo krijgen we die pocket die we aan de zijkant hadden, die ik in het midden net heb laten zien. En dan zo strak mogelijk op elkaar. Dan hebben we hier die vouw aan de onderkant. En daar doe ik aan beide zijkanten een randje lijm. Zo krijgen we zo'n pocket die je aan de bovenkant kan vullen. Oh, leuk! Heb je hem gemaakt, Carla? Oh, ik ben heel benieuwd hoe die geworden is. Was het goed te doen? Ging het goed? Drie handen. Grappig. Ja, mijn zoontje helpt inderdaad mee. En dan bij de laatste. Even kijken. Hier zo. Gaan we dat precies hetzelfde doen. Dus ook aan de vouwlijm. Een randje lijm. En hier zo. Aan de linkerkant een randje lijm. En dan gaat deze pagina overheen. Nou, en dan hebben we in principe al een basisboekje. Hebben we al voor elkaar. Zie je dat? Wat ik nou bij... Waar heb ik mijn voorbeeld gelaten? Oh, hier. Bij mijn voorbeeld heb gedaan, is de voorste eraf gesneden. Dus ik heb een rand van een centimeter overgelaten. En daar heb ik van vellum, of nee, dat zeg ik verkeerd, vellum, van acetaat, sorry, heb ik een voorkantje gemaakt. Gewoon omdat je kunt er natuurlijk allerlei kanten mee op. Je kan dit ook met een designpapier beplakken en versieren. Net wat je leuk vindt. Maar ik vond het wel leuk net even anders. Dus ik ga dat nu ook gewoon weer doen. Wil jij weer voor mij snijden? Ja. Ja? Eventjes. Ik had bij die vorige een centimeter, maar dat was... Ja, dat was wel voldoende inderdaad. Ja, ja. Dus een centimeter is, dan kijk ik hier zit mijn centimeter en daar is de vouwlijn. Die leg ik dan tegen mijn liniaal. En dan is dit het mes. Mag je hem even afsnijden? Tja! Tjaka, goed zo. Dank u. Oh, er zat een beetje volume in, denk ik. Ik knip hem even bij. Hij is niet helemaal doorheen gegaan. Nee, dat was geen live. Ik had een reel gemaakt. En daarin had ik een klein projectje gemaakt. Heb ik hem hier? Nee, die ligt nog beneden. Misschien wil je hem even ophalen. Ik weet niet. Of heb je daar geen zin in? Langs de tissue doos. Er zijn twee van die pakjes. Ik ga maar eens kijken. Quinn gaat hem even ophalen. Maar dat was een klein projectje en daar zat... fijn hè, zo'n hulp. Daar zat drie kleine mini-melkpakjes, had ik gemaakt in een kastje, ook met acetaatklep eroverheen. En die werd zo goed ontvangen, dat had ik helemaal niet verwacht. En vroeg heel veel mensen van, is er een beschrijving van? En dat had ik niet. Maar die heb ik alsnog gemaakt in een filmpje op YouTube, Marion. Dus als je het leuk vindt, dan kun je daar ook nog naar kijken. Maar niet nu, hè? Lekker bij me blijven. Goed, even kijken. Dan ging ik even kijken of ik nog voldoende van het acetaat heb. Want ik ben er bijna doorheen. Ik vind het ontzettend leuk spul om mee te werken. En ik heb alle restjes nog maar bewaard. Want je weet maar nooit wat ik er nog mee kan. Dus ik heb de goede hoop dat ik het hier nog uit kan krijgen. Leuk. En dat moet natuurlijk dan... Een vierkant worden van 4 bij 4 inch. Ja, dat gaat lukken. Yes, ik heb geluk. Want die gaan we dan in plaats van de andere voorkant gebruiken. Even daar neerzetten en dan doe ik dit aan de kant. Zijn dit ze? Heb je ze gevonden? Ja, kijk. Laat maar eens zien. Dit zijn de kastjes die ik gemaakt had. Ik had deze in een reel laten zien. En die kan je zo
openmaken. En daar zitten dus inimini melkpakjes in. Waar je dan leuke goodies en dat soort dingen in kan doen. En dat heb ik dus opnieuw gemaakt in een video. En dat is uiteindelijk dan deze geworden. Die had ik, deze had ik met, ben de naam van de collectie vergeten. De roze, volgens mij was het nummer 3 of zo van de derde collectie. Dat roze paarse. En deze heb ik met de Inner Peace gemaakt. Wordt het... Oh ja, volgens mij is mica en acetaat hetzelfde. Maar ik noem het acetaat omdat het zo op de verpakking staat. En ja, ik weet niet zeker of mica echt exact hetzelfde is. Maar volgens mij is het hetzelfde, alleen een ander naampje ervoor. Ja, Mel, je moet inderdaad eventjes naar YouTube voor deze. Maar daar ging het dus over. Dit is het kastje met de melkpakjes. Super schattig. Heel klein. En je kan er, misschien kan je er zelfs wel een paar paaseitjes of zo in doen. Zat ik te denken. Van een acetaat is dikker. Oh, oké. Okay. Ja, dat weet ik niet. Dat geloof ik gelijk. Maar qua materiaal, het is wel dat transparante plasticje. En deze zijn natuurlijk super gaaf met die prints erop. In het wit. En in zo'n pakketje. Oh, dat is misschien ook wel weer leuk om te weten. Als je het wilt zoeken in je hobbywinkel, gebruik dan JMAIPACS02. En de prints, ja, je kunt het bij mij op de reststukjes heel slecht nog zien. Maar het waren dus vlinders, hele mooie vlinders. Hele mooie swirls. Kunnen jullie dat zien? Volgens mij wel, hè? Ja. Ik zie mezelf nou ook. En er waren mooie bloemen / planten. En dan van ieder 2 vellen. Dus er zit best wel aardig wat in. Ja, en ik ben er dus helemaal weg van, zoals je ziet. Want ik heb al heel veel gebruikt. Goed. Deze gaan we hierop gebruiken. Als voorpagina. En dat had ik op de bovenkant geplakt. Ik moest even spieken. Met een beetje lijm. Zo. Stugger. Ik kwam niet op het woord. Hoi Corrie. Het mag in Mika genoemd worden. Omdat dit vroeger... Wacht even, niet meer... Ik ken hem nog niet uit. Oh, oké. Okay. Mika is dus eigenlijk een materiaalnaam of zo, als ik het goed begrijp. Een beetje. Zo. En aan de achterkant is hij nu wit. Dat vind ik niet zo leuk. Dus daar gaan we even een mooi stukje designpapier voor uitzoeken. Is het dat? Misschien iets meer naar beneden. Oh ja, dat is wel een goed idee. Ging die niet meer vanzelf? Nee. Kijk nou, we leren nog van alles. Een delfstof. Kijk eens. Goed, we gaan even een mooi papiertje voor de achterkant uitzoeken, Quinn. Ik heb hier nog restjes dat ik zou kunnen gebruiken. Dat past, net. Net niet eigenlijk, maar hier komt nog wat overheen. Ga ik deze gebruiken? Nee, ik wil eigenlijk gewoon iets anders gebruiken. Ja, Matje, Quinn is bij mij. Mijn zoontje, die helpt me vandaag een beetje mee. Ja. Hè? Even kijken. Zullen we anders... Nee, de vlinders vallen aan de verkeerde kant. Leuk, hè? Ja. Ik vind het allemaal gezellig dat je erbij bent. Ja. Anders gaan we voor deze. Dat vind ik wel leuk. Hierboven in de hoek. Ik vind hem ook wel. Ja, want dan kunnen we een stukje van de bloem gebruiken. Als die los wil laten, tenminste. En dan komt hier straks zo'n randje overheen. Ja, we zijn eruit.
We hebben even overlegd, hè, jongen. Ja. En dan gaan we weer snijden. Wil je me weer helpen? Ja. Goed. Ook. Een juf. Oh, ik heb iets gemist. Oh, dat je dat we inderdaad al die termen van dat het een delfstof en dat soort dingen. Die. Wat zie je daar? Knutsels kan je ook wel. Nou, geef maar eens antwoord. Nou, niet echt veel of zo. Maar soms wel, hè? Soms wel, ja. Hij heeft zelfs een poosje geleden een happy mail gewisseld met een ander jongetje, hè? Ja. Met Mike. Dat was leuk, hè? Ja. Oké. Quinn, zou je vanaf hier naar beneden willen snijden? Die kant op alleen. Ja. Welke kleur is dat nu? Bedoel je deze kleur? Het licht is een beetje aan het donderstenen, hè? Oh, iemand vraagt hoe oud je bent, Quinn. 8. 8 jaar. Ik vind dit een beetje Bordeaux-achtig. Dit is meer echt Bordeaux-rood. En dit is een beetje een mattere variant daarvan, hè? Zien jullie dat ook? Het is echt zo'n kleur waar je moeilijk een naam aan kan geven. Maar dit vind ik echt een beetje Bordeaux-rood. En hier zit misschien iets paarser doorheen. En wat, ja, wat meer afgemat. Wat minder intensief, zeg maar. Ja, oké. Okay. Wat zie je daar? Nee. Mijn zus. Een zus die Quinn heet. Oh, dat is grappig. Hè? Ja. Dus een meisjesnaam wordt dus ook als meisjesnaam gebruikt. Dat hadden wij nog nooit gehoord, hè? Nee. Wel Quinty of zo. Wil jij je mouw weer naar beneden snijden? Dus wij snijden weer een vierkant van 4x4 inch. Zeg maar tussen de 10.1 en de 10.2 is dat. En die komt hier op de achterkant. En ik ga hem zo plakken. Want hier komt straks nog een bindingje overheen. Zie je, om dat mooi af te werken. En als ik dan de bloem aan de kant van de vouw doe, dan verdwijnt dat helemaal. Dus we draaien hem even om. Oh, fijn. Ja, gek is dat, hè? Daar zo. Een kleindochter, die Quincy. Ja, dat kan ook, hè? Wil jij hier lijm op doen voor mij? Ik moet ik dat doen? Nee, wil je dat niet? Dan doe ik het even. Ik vind lijm een beetje moeilijk. Ja? Andere lijm vind ik nog wel makkelijk, maar deze lijm vind ik een beetje lastig. Hey, Chai is er ook. Hoi, hoi. Leuk dat je er bent. Dat is die vrouw. Mm-hmm. Die heeft een andere Facebooknaam. Ja. Zo. En dan moeten we natuurlijk hier die witte rand nog afwerken. Nou, dat gaat automatisch als we die zijkant afwerken. En daarvoor had ik even het solid color paper pad klaargelegd. Want daar zit altijd wel een mooi kleurtje bij die goed matcht. En die heeft de code JMAESPP79. Die ja. Heb je die een lijkje gegeven? Dat weet ik niet. Oh. Ik weet niet hoe dat moet. Dan moet je daar op leuk klikken. Leer je ook wel, hè? Dat geeft ook helemaal niks. Ik kijk heel eventjes in mijn restjes of ik daar iets heb wat past. Hij doet het niet. Wil die geen hartje, geen duimpje geven? Nee, doet die ook niet. Oh, nou, dan doen we dat later. Als de live is afgelopen, dan kan jij nog een duimpje geven aan die mevrouw. Nee. Goed. Anneke, Fien wilde heel graag een duimpje aan je geven, maar dat is, het gaat even niet. Dat doen we later. Ja. Ja, die is echt heel fijn, Cindy. Er zit echt onwijs veel in. En het past eigenlijk bij elke collectie.
de oude collecties ook, zit er altijd wel een mooi basispapier, basiskleur bij. Dat goed matcht. Maar in mijn restjes dus niet, dus ik mag een nieuw velletje. Even kijken welke we gaan doen. Wat zie je daar? Ah, ze vindt het lekker. Ja. Even zien. Welke zullen we kiezen, Quinn, hierbij? Deze zou kunnen, hè? Vind je dat wat? Ja, even ontbladeren. Wil je even je bladeren? Doe maar eens even. Oh, iemand die dacht, wat ben ik stil. Maar mijn geluid stond uit, dat is grappig. Ja, zo gaan we meer zeg maar naar de andere kleur. Oh, oké. Okay. Oh, dat heb ik nog niet gezien. Was dat ook van de JMA? Nee, toch? Marion bedoel ik. Ik las het, de opmerking van Marion, sorry. Ik zit te twijfelen. Zijn dit twee andere kleuren? Ja, dat is verschillend. Welke kant vind je mooi? Dat is al best wel donker. Dus als we naar de lichte kant doen. Wil je die? Ik denk dat het wel leuk is, want dit is al een donkerder. En daar past het ook bij, hè? Ja. Nou, scheur er maar van het velletje vanaf. Nee, dat is niet erg. Maar het gaat wel makkelijk. Er zit zo'n ribbeltje aan. Ja. Toppie. Hij heeft deze uitgekozen. Daar gaan we dan een rug van voor het boekje van maken. En dan moet ik heel eventjes mijn liniaal. Want ik weet even niet meer uit mijn hoofd. Heb jij mijn liniaal gezien? Nee. Ik doe het wel even zo. Dat was ongeveer 2. En dit is een halve. Dus we moeten ongeveer 5 centimeter stukje afsnijden. Oh, de liniaal die lag hier zo. Oh, maar ik heb het al. Oh, je hebt gelijk. Ja. Wil je snijden voor mij? Ja. 1, 2. Naar boven. En dan moet je ook weer terug, want hij is niet helemaal bij het begin. Ja. En die gaan we meteen eventjes ook op de juiste lengte afsnijden. Weer op 4 inch. Wil je dat ook nog even doen? Ook snijden? Ja. Yes. En die ga ik dan aan beide kanten op 2. Nee, dat jok ik. Ik had 5 gekozen. Dus op 2 en een beetje ga ik hem rillen. En dan ga ik daarna even met een leuke randstand. Mag jij even uitzoeken? Moet ik er even uitzoeken van welke? Ja, deze is te groot. Maar die zou kunnen, die of die. Even deze zit zo te maken. Ja. Kies jij maar één mooie. Deze. Die? Ja, deze. Goeie keus. Vinden jullie dat ook een goede keus van hem, hè? Zo. Oh, dat is wel heel groot. Deze. Ik zit niet op te letten, jongens. Foei, foei. Of mama, moet je... Er moet ongeveer een bindingje van een halve centimeter tussen. En ik had het een beetje te groot. Maar dat geeft niks. Maar hij doet het nog steeds niet. Wat doet het niet? Nog steeds hard lijntjes geven. Ja. Ja, geeft niks. Deze had je gekozen, hè? Kijk eens. Ik had deze gekozen. Ja, oké. Okay. Gaan we die even hier zo. Oep. En dan doen we dat aan beide kanten. Even door de stansmachine. Die staat even iets verder weg. Want dat past niet. Ja, die heb ik op de strijkplank gezet. Melanie vraagt of je de volgende keer meegaat naar de beurs. Je hebt zo'n goede smaak. Ik weet het nog niet hoor. Nee, lijkt je niet leuk. Maar vaak is het ook tijdens school. Ja, dat is het zo. Ja, dat is een beetje nadeel, hè. Dat gaat het niet. Eén keertje was de dochter van Melanie wel mee, want toen had ze studiedag. Zeg maar dat ik zo terug ga, hè. Zijn ze er nog of gaan ze er allemaal vandoor nou, Quinn? Nee, ze zijn er nog. Oh, gelukkig. Er zijn er nog 100. Oh, genoeg. Echt, oh, precies zijn er nog. Oh, dat is wel een mooi aantal, hè? Ja. Bijna klaar hoor, even aan beide kanten.
Daar ben ik weer. Ik heb de hele camera verschoven. Zo. Nou, die gaan we straks even schoonmaken. Kijk, zo mooi. Goed gekozen, ja. Hè? Kijk, heel even, want ik had net die ene rillijn niet mooi. En die ga ik even wegpoetsen een beetje, dat die iets minder opvalt. Zo. Licht aan waar je woont hier in het zuiden. Ja, dat klopt. Wij hebben ook, de vakantie is ook voorbij bij ons. En wij zitten een beetje net tussen het midden en het zuiden in, maar met deze vakantie, dat kan. Ja. Dat is ook niet erg. Nee. Sommigen moeten wat anders doen of willen nog wat anders kijken. Zo. Ik heb het wel, want ze zijn al een half uurtje ongeveer bezig, staat thuis al. Kijk aan. Ja, dat gaat snel de tijd, hè? Ja. Oh, nou kan je wel heel erg dat er doorheen zien. Dat is wel een beetje jammer. Dat was natuurlijk bij deze, was de wat ik weghaalde wat kleiner. Zou ik dat nog een beetje los kunnen halen en korter kunnen krijgen? Dat gaat weer niet naar beneden. Oh. Hoe zullen we dat eens even oplossen, jongens? Want dat is wel een beetje jammer dat je dat wit dan zo ziet. Ja, nu kan ik hem ook niet meer naar beneden scrollen. Weet ik ook niet, schat. Dat is gek. Blijf er eens even af als je wil. Nu is het wel weer goed, toch? Ja. Ja. Staat er nu ook zo een kantje ertussen? Nee. Even nadenken, ik weet, want dit is niet zo vrij. Dat is jammer, hè? Ja. Ik heb een idee, denk ik. Ik zoek even dat ene restje wat ik net heb afgeknipt. Dat rode hier. En dan ga ik nog een keer deze, maar dan iets verder opzij doen, denk ik. Oh, hier is hij. Ik was hem even kwijt. Ik heb al die stukjes eruit. Proberen gelijk. Ja, ik ga wel het designpapiertje, maar dan wel nog even met zo'n randje erlangs ga ik doen, inderdaad. Even spieken. Of ik mooi recht zit. Ik denk het wel. Ja, ik ben nog even weer uit beeld. Dat bij jullie ook altijd zo, dat je dan zo, heb je iets in je hoofd, maar het wordt altijd net een beetje anders, omdat je van alles tegenkomt waar je even net niet aan gedacht had. Ja. Kijk, als we deze hier naar overheen doen, en dan, oh, er zit nog een stukje. Meestal wel. Gelukkig. Het mooie is vaak wel dat er dan onverwacht nog weer leuke... Ja, je moet dan in oplossingen gaan denken. En dan komen er soms onverwacht toch nog wel weer leukere dingen uit. Dan in eerste instantie het plannetje was. Kijk. Zo, is toch leuk? Is het net een beetje versprongen? Een dubbele sierrand. Nou. En tijdens het maken. Leuk, fijn, gelukkig. Ik smeer wat lijm op de dichte gedeelte eigenlijk. Alleen. Ook in de rug, zou ik maar zeggen. En dan plak ik daar mijn boekje in. Even kijken. Was het leuk op de...
een stansmachine met een vraagteken. Oh nee, ik heb daar niet naar gekeken. Oh, en dat is de vraag, gaat het over de stansmachine, die vraag. En ja, ik vond het heel leuk op de beurs. Het was heel gezellig. En we hebben natuurlijk een lekkere bossenbol gegeten. Altijd goed. Maar over dat machinetje verteld, daar heb ik niet naar gekeken. Dit is zover klaar. De achterkant is klaar. Dan gaan we nu aan de pagina's en de pockets. Er zitten wel een beetje randjes, dat vind ik niet zo leuk. Die witte randjes die steken eruit. Dus die ga ik een klein beetje wegknippen. Het zijn wel hele kleine randjes. Dat kan ik nog niet hoor. Nee. Nee. Maar dat geeft niet. Kan je nog allemaal leren, toch? Als je dat zou willen. Hier. Zo. Ik denk dat de nieuwe snijmap bedoelt die aan de andere kant magnetisch is. Oh, oké. Okay. Dat weet ik niet. Ik weet niet of ze dat bedoelt. Bedoelde je dat, Patricia? Ging het over een snijmat of een stansmachine? Jouw vraag. Ga je weer een korte lijf maken van de... Nee, want ik heb eigenlijk helemaal niet zo heel erg veel gekocht. Dus dat is een hele korte video dan. ik was vooral eigenlijk aan het snuffelen, aan het kijken. En wat ik gekocht heb... Heb ik dat al hierboven staan? Is eigenlijk alleen maar een flesje stikkels, glitters. En twee ATC-standjes. En dat was het. Oh nee, Jok. Ook nog een pak kartstok. Maar dat is niet zo heel spannend. Dus eigenlijk een beetje een teleurstellende buit. Misschien voor degene die zich verheugde op een buit. een shopping haul, zou ik maar zeggen. Maar ja, ik zag niks wat ik wilde hebben. Ik heb al zoveel ook. Maar ja, als het heel leuk is, dan maakt dat natuurlijk niet uit. Maar ik denk dat ik even, want ik krijg dat randje er niet zo goed af. Ik ga gewoon de randjes beinkten, dan valt dat ook al een stuk minder op, toch? Walnutsteen heb ik toevallig. Lijkt wel heel handig uit nu. Hoi Marianne! Likejes geven. Nee. Straks mag je likejes geven, goed? Oké. Okay. Dat is jammer, hè, als je dat wil en het lukt niet. Nee. Ja. Maar we zijn al bijna 45 minuutjes bezig en dan moet ik al in het bed van papa. Ja, maar dat geeft toch niet. Dan maak ik het even af. En dan kunnen we morgen, als je wakker geworden bent, de likejes geven, oké? Okay? Okay. Dan staat het er ook allemaal nog. Nou, in de openingen vind ik het altijd leuk om een klein hapje eruit te nemen. Dus pak ik een cirkelpons en dan probeer ik een beetje in het midden te mikken. En dan een halve cirkel eruit te knippen. Hij vloog helemaal zo. Ja, ik zag hem gaan. Even kijken hoor, welke nou... Ja, hier zo. Toch? Ik zat te twijfelen. Ik wil. Ja, dat is jammer hè, dat natuurlijk dat de beurzen niet zo dichtbij voor sommigen zijn. Maar misschien is er overal wel af en toe iets in de buurt. Is er niks anders bij je in de buurt? Misschien moet je dan nog even wachten. Maar... En in het midden van het land, in Utrecht, is natuurlijk ook wel eens dat... Maar ja, we kunnen helaas niet altijd overal bij zijn, hè?
Ik wil daarin, maar hij duwt me er weer uit. Met maar 3 dingen naar huis. Ja, nou, het was gewoon... dat is ook wel een beetje, dat ligt ook wel een beetje aan mij hoor. Dat als er zoveel is, dat ik dan ook niet zo goed meer weet wat ik wil. Dan wil ik alles wel en dat kan natuurlijk niet. En dan denk ik, laat maar, dan kan ik ook niet meer kiezen. Dat had ik ook toen we de DT-dag bij Hobby Vision hadden. Dat was ook zoveel mooie spullen. Ja, ze vlogen de lucht in, hè. En dan denk ik, ja, laat maar even. Oh, leuk, Leonie. Gezellig. Even zien. Ik wilde nog even eerst de pagina's een beetje versieren. Of versieren een beetje interessanter maken met een stencil. Even zien. Hier zijn de stencils. Oh, oh. Een heel stapeltje, maar ik wil bij de inner piece blijven. Mag Quinn weer kiezen? Oké, welke stencil zal ik gebruiken? Van deze 3? 4. Ja. Dat heeft de laatste niet. Oh, dat is wel boffen inderdaad. Dan kan je naar best wel veel. Deze? Ja, oké. Okay. We gaan de Slimline Barok kiezen, gebruiken. En dat is de Yeyama IP Mask 131. En even kijken. Ga ik even mijn borsteltje. Zou je... Ik heb een paar kleurtjes die ook in de inner piece die er wel bij passen. Zal ik die blauwe proberen? Ik hoop dat je dat ziet. Dan gaan we gewoon proberen. Ja. Ik hoop dat het mooi wordt op dat rood. Wel een mooie kleur blauw. Wel hè? Dit is lekker te kletsen hè? Volgens mij is het niet zo erg dat we het niet helemaal meer volgen. Of snap jij het nog wel wat er anders staat? Kijk. Ja. Kijk. Het ziet er al mooi uit, Quinn en Joyce. Weet je wie dat is? Frida. Ja. Weet je nog wie Frida is? Die had... Was dat ook degene die dat met dat kerstdingetje... Ja, heel goed. Ja. Die had toen ook een verhaaltje geschreven, dat ze ook oma was. Ja. Of is, niet was. Is. Wat staat er? Oh, dat wordt mooi. Ja, hè? Leuk, hè? Misschien wil jij ook alvast even een stempel uitzoeken voor zometeen. Hier zitten ook allemaal stempels. Die we zo een beetje zo tussendoor nog kunnen stempelen. Dat je dat nog weet. Ja. Vergeten we niet zomaar, hè? Zo verwennen wij toch? Nee. Waar moeten deze dan eigenlijk op? Die doe ik zo nog tussendoor. Als het liefste geen, niet zoiets, maar zoiets. Een beetje meer zo'n iets als dat. Een beetje zo voor de achtergrond, zeg maar. Iets wat niks voorstelt. Snap je dan wat ik bedoel? Ja, niet zoals deze vlinder of zoiets. Nee, oh, vlinder kan op zich ook wel. Ja. Als je die graag wil. Nee. Ja, dat is best mooi dat blauwe, hè? Valt me ook niet tegen. En het is ook wel een super mooi stencil, moet ik eerlijk zeggen.
Heeft Quinn wel goed uitgezocht, vind ik. Huh? Geeft zichzelf een schouderklopje. Ik denk dat ik dan toch deze het mooist vind. Ja, wil je, zullen we die gebruiken? Dat is goed. Okay, die moet ik straks nog even schoonmaken. Dan mag je hem eruit halen. Zullen we hem eerst even laten zien? De mensen hebben hem nog niet eens gezien, denk ik. Oh, de camera die ligt bijna naast de tafel. Mijn mama, dan moeten we hem wel zo houden, want anders ziet, anders staat de prijs op en dat ziet zo. Oh, dat is niet erg hoor. Ja. Zijn we nou nog in beeld? Ik ben een beetje aan het stunten met dat... Volgens mij heb ik er net tegen aangestoten of zo. Dat kan maar niet door. Quinn heeft deze stempelset uitgekozen van de Essentials. En deze heeft de code JMAES stamp 65. En deze wilde je dan graag, hè? Ja. Dus deze gaan we... En zullen we dan ook af en toe een vlindertje doen? Dat is ook ja. Wel leuk, hè? Ja, mooi, ja. Dus we gaan eigenlijk nog een beetje achtergrond maken met deze stempels. Met dit. Lijkt een beetje op een gehaakte... Ik schrok me dood van vee. Hé, was jij er ook? Ja, oh, is het bedtijd? Ik heb geen zin in. Geen zin, dat is net zo gezellig, hè, mannetje? Nee. Ja, maar je wist het wel dat het niet tot het einde kon, hè? Dat hebben we wel over gehad, hè? Dus ga je vast je pyjamaatje aandoen en je tandjes poetsen en dan kom je nog even gedag zeggen. Goed? Ja, ook nog acht dingetjes doen. Ja, lieverd, maar dat gaat niet, hè? Je kan niet alles. Je mag ook fit zijn voor school, toch? Ik ga vragen aan papa of ik nog even mag. Dat is zo jammer, hè? Nou. Jullie maken het te leuk voor hem. Te gezellig. Ik had vandaag hulp van Quinn, mijn zoontje Marianne. Hij heeft allemaal dingetjes uitgekozen wat we konden gebruiken. Hij is nou zijn vader lief aan het kijken of hij nog wat langer mag, maar ik weet het niet. Niet alle pagina's hetzelfde stempeltje doen, dat vind ik niet zo leuk. Ik heb zwarte inkt inderdaad. Ik heb er eigenlijk geen donkerblauw van. Ik heb alleen maar de zwarte en de bruine. Het zou wel ook heel mooi zijn geweest inderdaad. Hij is ook een heel lief jongetje, absoluut. Zegt misschien iedere moeder. Maar zou het helpen, Anneke, als we met z'n allen zeggen ah. Oh. Even kijken. De vlinder wilde die er ook bij. Dus daar doen we er ook een paar van. De vlinder is altijd goed, hè? Vijf minuutjes en dan zijn die voorbij en dan nog een keer, hè? Zo gaat dat dan toch? Nog vijf minuutjes. Ah, nog vijf minuutjes. Zo, ik denk dat het zo wel even genoeg is.
Even dichtmaken voordat het opdroogt. Dat zou zonde zijn. Het is bijna weekend, ja. En deze gaan we straks ook even poetsen. Dat doe ik allemaal lekker na de live. Ik ga het niet afkrijgen, zie ik al wel. Maar dat is ook wel leuk, want dan hebben jullie nog een verrassing hoe het worden gaat, hè? Even daar, bij de schoonmaakspullen. Dan wilde ik kaartjes maken. Even kijken. Met het vellum. Kijk, je hebt dus ook van de Inner Peace heel mooi vellum. Ook 6 pagina's. Daar heb ik nog wat meer van over. Dus daar kunnen we nog lekker kiezen. Even kijken. Daar heb je ook een beetje die barokke print van. Er is een plant, bloem. Het is eigenlijk die bloem die ik hier achter ook op heb. Is misschien wel leuk om die te gebruiken. En er is er eentje met script. En ik ga die met die bloem gebruiken, heb ik nou besloten. En de code van de vellen zijn JMA IPVES 02. Vallen de oogjes dicht? Dan zijn jullie of heel moe of ik ben heel saai. Dat kan ook. Ja, hè, dat is mooi met die bloemen. Hè? Want dat komt dan weer terug. En heb ik pap gezegd? Nee. Het is ook niet zo verstandig om het nou te doen, toch? Maar iedereen die heeft al, die heel veel hebben al gezegd. Welterusten, de Quinn. En leuk dat je er was. Ga je nou lekker slapen dan? Doei, doei. Goed, ja. Welterusten. Tot morgen, mannetje. Welterusten, vee. Lekker slapen. Lief van jullie allemaal. Ik ga het er morgen allemaal nog voorlezen, want hij is alweer vertrokken. Even kijken. De kaartjes, die moeten ongeveer 8 bij 10. Want er moet een flapje om. Ik kan wel een stukje van deze. Is dit nog 10? Ja, dat kan nog. En dan 1 centimeter, dat doe ik dan aan die kant. Een rillijntje. En dan snij ik van het vellum, waar heb ik dat nou neergelegd? Oh, hieronder. Snij ik 9 bij 8. Even kijken, want dan komt net die bloem niet mooi. Het natuurlijk wel leuk als je de bloem, dat die mooi erop zit. Dus ik heb hem even aan de onderkant iets afgekort, dat de plant mooi uitkomt. En die komt dan hier zo onder. En dan knip ik er gelijk nog eentje, want ik ga er 2 maken. En hier zit nog een mooie plant. Even zien, dan kan het misschien ook al wel meteen. Ik ga een beetje door die. Ik ga een ander stukje zoeken. Ik
Ik heb even niet zitten opletten, maar volgens mij is het niet zo erg, hè? Ik heb niks gemist. Niks belangrijks, denk ik. Belasting. Bleh. Het is dat het moet, hè, maar het is geen hobby van mij, cijfertjes. Zoveel tijd nodig om alles te maken. Ja, en dan zijn we natuurlijk met zoveel die allemaal leuke dingen bedenken. Ik snap wel dat jullie dat niet allemaal kunnen maken. Dat verwachten we natuurlijk ook niet hoor. Het is al gewoon gezellig zo samen te knutselen en te inspireren. En als ik hier iemand iets goed kan gebruiken om het na te maken, dan is het super leuk om te zien. Maar voel je vooral niet verplicht. Zo. Even kijken, heb ik hier mijn hoek gebond? Ik had eigenlijk die andere, heb ik de hoeken afgerond. Vind ik altijd leuk uitzien, maar ook dan gaan ze vaak wat makkelijker in zo'n pocket. Maar ik weet even niet waar ik hem gelaten heb. Dus ik laat dat heel even voor nu. En dan ga ik straks hier nog een designpapiertje, een mat, opplakken. En dan kan dit zo hier tussen. En dan wel natuurlijk nog straks met het die-cut blokje de pagina's nog leuk versieren. Zo. Gebruik nu de lijm van. Bobbelt de lijm niet? Nee. Nee, deze lijm die bobbelt helemaal niet. Ik ben echt super blij. Ik heb deze de laatste keer bij de DT-dag voor het eerst gebruikt. Of gekocht bedoel ik. Ik ben er echt helemaal weg van. Wel met dat fijne tipje. Want als er veel uitkomt, dan weet ik het niet. Dus het heeft er natuurlijk ook mee te maken dat je niet heel veel vocht erop komt. Maar hij droogt super snel. En soms is dat ook wel een beetje tricky. Want als je dan net scheef zit, dan zit hij eigenlijk al vast. Dus dat is wel eventjes iets meer waar ik eerst met hele natte lijm nog best wel kon schuiven. Kan dat met deze wat minder. Maar dan leer je wel wat preciezer en wat gerichter mikken, zou ik maar zeggen. Maar bobbelen doet hij in ieder geval niet. Ja, stom. Ja, wat Anne zegt inderdaad. Even kijken. Ik wilde alleen nog iets voor in deze zijpokken. Ik had volgens mij de blauwe inkt beter moeten laten drogen, want ik word al aardig blauw. Lijk ik helemaal op een smurf. Vroeger plaagden ze me altijd. Ik ben niet zo groot, dus dan was ik natuurlijk altijd de smurf. Vandaar dat ik dat zeg. Facebook cleared. Oh, dat is niet zo fijn. Maar daar staat Facebook wel een beetje onbekend, hè? Dit, vaak zitten morrelen. Even kijken. Deze wil ik ook 8 centimeter. Want dan weet ik zeker dat die goed in mijn pocket past. En dan 16 lang ga ik doen, want dan kan ik hem dubbel vouwen en erin steken. Oh,
Wat gebeurt er dan? Kunnen jullie me niet meer zien? Wel toch? Ik kan mezelf nog wel zien in ieder geval. Zo, die kan dan mooi daarin. Nou, en dan ga ik het denk ik zelf op mijn gemakje helemaal afmaken. En daarbij wil ik dan eigenlijk misschien een paar standjes gebruiken. Maar in principe heb ik dat bij dat voorbeeldboekje wat ik nu weer kwijt ben. Oh, hier. Eigenlijk alleen maar gedaan met die cuts. Dus hier heb ik... van de Warm & Cozy gebruikt. Die leuke stapel. Noem het nou eens dekens. En hier zo'n mooie bloem. Dat soort dingetjes. Leuk tafereeltje gemaakt. Net even kijken wat er allemaal nog maar in mijn Inner Peace die cut blok zit. Oh, die is hier trouwens. Ik had de verkeerde voor mijn neus. En dan ga ik hem afmaken. En dan zal ik mooie foto's maken en jullie die zo spoedig mogelijk laten zien. Leuk. Ja, het was even gezellig, hè? Een keer wat anders met een assistente erbij. Zelfs is lekker, dan hoef ik zelf de keuzes niet te maken. Heeft wel wat. En hij vond het heel erg leuk, hè? Hij vond het heel jammer om afscheid van jullie te nemen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor de gezelligheid, voor de aanwezigheid. En nou, ik hoop dat jullie het ook naar de zin hebben gehad. Fijne avond allemaal en lekker slapen voor straks. Tot de volgende keer. Doei doei!